This is Brussels on Valentine's Day, February 14. Brussels Center, Ansbach Street. Here is the Carrefour Express and the famous Marriott Hotel. We are on our way to either Ghent or Leuven. And this is the famous Bourse building, the big building.
mij ze vertellen over elk kruispunt dat je richting je uit moet en hoe lang je dan bent. Reken op een half uurtje tot een half uurtje. Op een bord tegenover de hoofduitgang van het station vind je alle uitleggen handig in de weg. Natuurlijk kun je ook het openbaar vervoer nemen. Koop een ticket aan de automaat of in de lijnenkant. En ga het station uit, dan naar links en stap op tram 1. Kijk wel op de voorkant van de tram of die wel degelijk richting Wondergem even geen bij. In het station, dan staat u een kwartier te laat aan de poort van het graafstuk. Aan de gelijknamige halte, meteen een van de absolute topattracties van deze stad. En aan de overkant, door de poort van het of een andere toewijding in de werken van de toeristische kiezen. Maar als het echt hard moet er natuurlijk. Aan de ingang van het station staat de dag. De chauffeurs werken met een vaste kilometerprijs. This is the center of Ghent, a city in Belgium. Thank you.
Thank you.
This is Brussels Center. It's a chaos on Valentine's Day 2015.